Misschien heb je wel eens vaker worst gebakken en toen werd je natuurlijk helemaal gek van het spetteren op je aanrecht. Tenminste, ik heb dat altijd. Want ja, het spettert nou eenmaal, de olie wordt heet en die worst die is vaak nog een beetje vochtig. Dus voor je het weet zit je hele aanrecht onder de spetters. Door bakpapier te gebruiken als een soort dekseltje voor je koekenpan. Zodat straks het bakpapier het vocht opneemt en de spetters dus ook niet uit de pan komen. Leg ik het bakpapier eventjes op de snijplank en wat doe ik? De koekenpan gaat er bovenop. Want je wil natuurlijk niet dat het bakpapier in de brand vliegt. Je wil natuurlijk dat dat precies even groot is als je koekenpan. En dat is heel makkelijk door met een pen de omtrek van de pan te tekenen. Dan moet je wel even goed aandrukken, want doordat het vet is, tekent je pen natuurlijk niet meer zo goed. En dan heb ik een schaar. En met de schaar knip ik dan eigenlijk een soort dekseltje wat precies even groot is als mijn koekenpan. En dat is een tip die ik geleend heb van een collega van mij die heel vaak appeltaarten bakt. En zo gaat zij eigenlijk altijd aan de slag als ze een bakvorm, zo'n springvorm wil bekleden. Toen dacht ik van nou, dat is eigenlijk ook wel heel handig om dat zo op je koekenpan te doen. Maar het is natuurlijk altijd lastig om dat uit je hoofd te knippen. En zo is die precies even groot. Goed, die ligt klaar. De koekenpan die gaat op het vuur. En ik pak het kleinere pitje omdat ik een middelhoog vuurtje wil. Braadworsten die trekken natuurlijk gauw krom. En nou is dit een hele lange braadworst. Dus hij zal niet zo snel krom trekken. Maar ik wil toch dat hij lekker rustig bakt. En dan later geef ik hem nog wel eventjes wat meer hoog vuur, zodat hij dat bruine korstje krijgt. Dan gaat er wat olie in de pan. En dan doe ik ongeveer 2 eetlepels. Zodat in ieder geval de koekenpan helemaal bedekt is met olie. Deze ga ik op rustig vuur bakken in de pan. Pak ik wel eventjes een tang er vast bij. Ja, dus even wachten tot de olie een beetje warm is. Want ik wil natuurlijk wel dat hij meteen in een warme pan terechtkomt. Anders dan schrikt het arme worstje. Dat moeten we niet hebben. Dan laat ik hem heel even een klein beetje aanbakken. En als hij begint te spetteren, pak snel je bakpapiertje erbij. En dat scheelt straks weer een hoop gedoe. Kijk, en hij past precies op mijn koekenpan. En het voordeel van op deze manier bakken is ook dat er een soort stoom ontstaat in de koekenpan. Het is eigenlijk bijna een soort oventje wat je creëert, waardoor die ook van binnen wat sneller gaart. En op het moment dat die eigenlijk bijna gaar is, dan zet je het vuur wat hoger. Keer je hem natuurlijk halverwege ook even een keer om. En dan zorg je dat hij een mooi bruin korstje krijgt. En dan krijg je dus een perfect gebakken worst zonder dat het hier één grote rommel is.